Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag is weer een nieuwe pack opening. En ik moet over een kwartier weg, dus ik ga heel veel haast maken. Let's go. Wil je Ronaldo, Messi, Bill? Maar van coins heb je niet veel. Doe dan niet zo dom. Ga naar FIFACoinService.com. Daar hebben ze wel coins. De goedkoopste van het land. Koop een paar miljoentjes. Niks meer aan de hand. Gebruik bij het bestellen. Milo voor je korting. En geniet van je coins. Direct naar de storting. Oké, ga jullie eerst even Team of the Week laten zien. Daar heb ik helemaal geen tijd voor eigenlijk. Maar ik ga het toch laten doen. Waar staan die kut dingen? Waar staat dat? Oh, hier. Team of the Week. Let's go. Oké, best wel een goed Team of the Week. Hier zie je het. We hebben hier Ziyech, Klaassen, Thiago Silva. Wat elke keer zeggen we. Huh? Die zegt een kut Team of the Week. Quadrado en Thiago Silva. Dat is echt een heel kut Team of the Week. Natuurlijk wel Mario Gomez, die ook zo graag pack kan natuurlijk, ja. Is gewoon een legend. Nou, lekker packs openen. Je ziet hier 9200 FIFA points. Ik ga openen tot ik ongeveer 5000 heb. Ik ga ongeveer de helft van openen. Oké, we gaan gewoon deze packs openen. Een beetje packs openen. Kijken wat we gaan krijgen. En toen doen we even een dansje zoals deze. Kijk hier. Oh, dat zag goed uit, hè. Dan krijgen we in de eerste pack. In de eerste pack hebben we Valdes. Ja, prima. Oh, mensen, morgen trouwens gaat het met Kluivert. Ik heb er weer zin in. Aflevering uit mijn hoofd 17? Of 18? Ik weet het niet eens. In deze pack hebben we... Deze packs zijn heel slecht. Brian. Ja, deze packs beginnen echt heel slecht. En morgen dus weer kaart met Kluivert. Ik heb er zin in. Het was een tijdje geleden dat ik een pack opening had gedaan. Dus ik dacht, het is wel weer even een goed moment om een pack opening te droppen. Misschien dat ik even moet wachten tot een goed Team of the Week. Maar ja, het is even niet anders. We hebben dit. Wat hebben we hier? Manskietje. Oh, Cardozo. We gaan door naar de volgende pack. Ik moet over 12 en een halve minuut weg. Dat hebben we in deze pack. Alle water voorkant. Oké, het begin van de pack opening is echt heel erg shit. Maar goed, in de vorige pack opening gebeurde dit. Yes! Yes! Hopelijk gebeurt dat weer. Wat hebben we hierin? Kane op de voorkant. Wat hebben we hier? Deze packs zijn zo fucking shit. Oké, Griezmann op de voorkant. Wat hebben we in de pack? In de pack hebben we weer een non-rare. Deze packs zijn fucking shit. Ah. Onze best speler in 1000 FIFA points, wat dus gewoon 10 euro is, is Cardozo. 10 euro voor Cardozo. Prima prijsje. Hoppa. Eén pakken. Wegwezen. Wat hebben we hier? Granero. Even nou gewoon een paar goede spelertjes. Ik hoop gewoon even op zo'n Inform Klaasje, Inform Ziyech, Inform Mario Gomez zou prima zijn. Niet fucking Wendt. Geen non-rare van 76. Oké, kom op. Messi op de voorkant. In deze pack hebben we... Dit wordt echt heel erg teleurstellend. Dit wordt echt heel erg zielig. Tosic. Ja, het is ons beste speler. Tosic in 2000 FIFA points. In 20 euro is Tosic ons beste speler. Vind ik een beetje zielig. Kom aan. Next pack. Jovetic. Ik had er geen kut van. Ja, dit is nu verreweg onze beste pack. Met twee kutspelers. Ja, dat zeggen we al genoeg. Please, even gewoon één zo'n goed spelertje. Gewoon even één zo'n Jordi Albaatje, zoiets. Wat dan... Kroosje, gewoon wat gewoon tegen de 10k aan zit. Misschien tussen de 5 en de 10k, ergens wat gewoon degelijk is. Dit soort packs vind ik zo fucking kut. Let's go, easy win. We hebben De Rossi. Ja, ik kan helemaal niet blij mee zijn, maar het is wel verre onze best speler. Ik kan helemaal niet blij mee zijn, ik ga hem alsnog gewoon discarden, maar het is verre onze best speler. Ik word een beetje depressief van deze packs. Oké, doen we even no-specky. No specky. Oké. Is goed. Heb ik gedaan. Oké, no specky. No spec power, denk ik hoor. No spec power. We hebben echt nog helemaal niks. Kijk, wat krijgen we in de volgende pack? Alsjeblieft, geef gewoon één goede speler deze pack op. Kut, sorry. Oh, iets. Bobadilla. Ik kwam een next pack. Daar hebben we hierin. Oh, Mandy. Nog 8 packs te gaan. Ik wil graag een banaan. Deze packs. Kom op, kom aan. Oh. Ik dacht, even Aguero. Aguero, dat zou lachen zijn. Dat zou even Aguero binnen zo dengelen.
Dat je die Aguero zo ziet hangen en je gewoon erop binnen hengelt. Maar hier hebben we Messi op de voorkant. Aguero in de volgende pack dan. Oh, Thiago Silva. Oh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want dat is een ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is een inform. Wat is deze pack? Hierna nog drie packs te gaan of zo. Kom op, Alaba. Hey, Griezmann, come on. We hebben nog hierna nog drie packs te gaan. Kom op. De drie na laatste pack. Ik hoop echt dat we gewoon nog één redelijk spelletje krijgen die ik gewoon in de titel kan zetten om nog een beetje views te krijgen. Want dit is helemaal niks natuurlijk. Karai. Ja, de laatste twee packs van de video. Kom op, Messi, alsjeblieft. Geef me één goede speler deze video. Kan ik minstens nog een beetje views krijgen. Kom op. Ja. Oké, okay, mensen, dit gaan dan de laatste pack worden. Ik hoop dat we nog met één goed ding kunnen afsluiten. Want de video, de packs waren echt zo fucking shit. Wat hebben we deze laatste pack? Pack. Ja, dit is een goede samenvatting van de video. Polanski. Ik wil je toch bedanken voor het kijken. Kunnen we weer de 2000 likes smashen? De packs. Ik heb echt nog nooit zo'n slechte pack opening gezien. Maar ik heb best wel veel luck dit jaar. Dus ik mag ook niet heel klaar. We hebben niet heel veel geopend. 4000 points ongeveer. 4200. Het is toch weer 40 euro. Maar goed. Weet je, het is niet een gigantisch bedrag. Ik heb zeker wel eens beter gepakt. Ja, want onze beste speler was nu inderdaad De Rossi. En mensen, bedankt voor het kijken. Laat me subscriben, reageer op Twitter en regen. Morgen de schade bij Kluivert. En er komt binnenkort een fucking zieke draft challenge aan met een onbekende YouTuber. Tenminste, een bekende YouTuber, maar het is nog even een geheimpje. Dus het is nog onbekend wie het gaat zijn, maar wel een hele bekende. Hij heeft meer subs dan mij, kan ik je al zeggen. Maar dat is niet zo moeilijk, want ja. All around me are familiar faces. Wanna play. Ga me volgen op Twitter en Instagram, dat is @mregen. Ik moet nu eigenlijk wel weg, want ja, hoe laat is het? Ja, oh, dat is.